In de Grote Kerk is het werk van Henk Pietersen te zien. De schilder, tekenaar en beeldhouwer liet in 1969 een omvangrijk oeuvre na, waarin Alkmaar en omliggende regio centraal stonden. Zijn schilderijen behoren tot de schilderkunst van het realisme. Veel van zijn werken bestaan uit stillevens, portretten en landschappen. Het oeuvre is echter veelzijdig en bestaat ook uit beeldhouwwerk en reclame en etaleren ontwerpen. Een aantal werken van Henk Pietersen zijn stadsgezichten, weilanden en landschappen uit zijn directe leefomgeving. Belangrijke gebouwen en locaties van de stad Alkmaar zijn vereeuwigd, waaronder de Grote of Sint-Laurenskerk, de Waagtoren, de Accijnstoren en de Molen van Piet. Zelfs in zijn eigen stad bleef Pietersen vrijwel onbekend. In de recent gerestaureerde consistoriekamer van de Grote Kerk zijn momenteel 34 werken van Pietersen te zien.